Wij zijn de Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag. We bestaan al een hele lange tijd. We zijn pas begonnen met een nieuw bestuur. En het nieuwe bestuur dacht, nou ja, een nieuw bestuur, daar hoort een nieuwe ruimte bij. En deze ruimte heeft eigenlijk altijd leeg gestaan sinds dat de molenhof gebouwd is. Was ooit bedoeld voor de kinderopvang, die is nooit hier ingetrokken. Onze voorzitter Manuela heeft er enorm hard aan gewerkt dat wij van de gemeente deze ruimte mochten gebruiken. En wij hopen hier heel veel leuke nieuwe activiteiten te organiseren voor alle kinderen van Zaamslag. Ja, je zegt, we hebben er heel hard aan moeten werken om deze ruimte te mogen gebruiken. Wat zat daar dan nog voor haken en ogen aan als het toch leeg stond? Het werd gebruikt volgens mij voor ouderen. Om de zoveel tijd deden die hier met z'n allen een etentje. Dat werd geregeld door de molenhof. Maar verder werd het eigenlijk helemaal niet gebruikt. We hadden een ruimte hier verderop in de hal en die was veel te klein voor het aantal kinderen. Dus wij zijn Manuela is met de gemeente in gesprek gegaan om te kijken. We moeten wel uiteraard een beetje kunnen samenwerken dat de ouderen mogen er ook nog steeds gebruik van maken. Dus het is een klein beetje passen en meten. Het werd natuurlijk ineens een samenwerking. Dat is voor hun ook een beetje anders. Eigenlijk natuurlijk heel goed hè, dat er gewoon wordt samengewerkt nu. Ja, zeker. Zeker. Zeker om de jeugd en de oudere mensen een beetje. Iedereen mag gebruik maken van dezelfde ruimte. Dus we hebben echt al ons best gedaan om er voor de kinderen iets leuks van te maken. Maar om het redelijk neutraal te houden, ook voor de ouderen. Okay. Ja, ik zie hier ook, we zitten hier mooie zakken. Er staan een tafelvoetbaltafel, een ijshockeytafel. Airhockey. De kinderen kunnen echt helemaal los al, hè? Ja, zeker. En dat is ook echt wel de bedoeling. Want we organiseren met enige regelmaat soosavonden voor de kinderen van de basisschool. En op zo'n avond merken we gewoon heel erg, de airhockeytafel is altijd een heel groot succes. Ze spelen graag spelletjes met z'n allen. We hebben wel muziek op staan, maar dat is eigenlijk meer op de achtergrond. De kinderen zijn lekker met elkaar aan het spelen. En zo'n tafel is daar gewoon een prachtige aanvulling voor. En hoe vaak kunnen de kinderen hier nou terecht? De soosavonden zijn twee avonden in de maand. Eentje voor de lagere klasse en eentje voor de hogere klasse. Dat we gemerkt hebben dat de oudere kinderen het niet overdreven fijn vinden om met alle jonkies. Op zich begrijpelijk natuurlijk. Ja, precies. Dat vonden wij vroeger ook. Dus daar hebben we twee aparte avonden voor. Voor elke groep één avond in de maand. En daaromheen willen we proberen om op vrije middagen of op zaterdag andere activiteiten te doen. Zo hebben we een tijdje terug met de opening van het nieuwe seizoen in september, oktober. Vossenjacht georganiseerd voor de kleinste kinderen. Een dropping hebben we al gedaan. En we hebben heel veel plannen om allerlei leuke activiteiten te organiseren. Dus de jeugd in Zaamslag kan de komende tijd weer lekker tegenaan eigenlijk? Ja, dat is wel de bedoeling.